Ja, de acties zijn goed. Hè. We staan hier in het gemeenschappelijk vakbondsfront en dat is zeer belangrijk. Hè, dat het volledig spoorwegpersoneel wordt betrokken. En ja, wij gaan zwaar getroffen worden wanneer dat de regeringsmaatregelen er komen die aangekondigd zijn. Want voor ons staat het statuut op het spel en ook de tewerkstelling. Dus, en hier in het arsenaal geen probleem. En dus nauwelijks werkwilligen. Zeker wanneer dat in een gemeenschappelijk vakbond is. En hoe ziet je de toekomst nu na deze grote staking van 15 december? Wel, blijkbaar begint dus toch bij iedereen gaan doorgaan te dringen. Dat er een grote ongelijkheid is. Dat is belangrijk. Dus wij gaan ook naar de reizigers zeer duidelijk zeggen van kijk, wanneer dat er niet meer geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer, dan zijn wij eigenlijk potentiële bondgenoot in de strijd tegen deze regeringsmaatregelen. En dat gaat onze sterkte zijn. En dus op die manier gaan we dus ook proberen onze verworvenheden en ook het openbare vervoer te blijven verdedigen. Ja, oké. Okay. Stakingsactie, 15 december. Ja? Zoals je kunt zien, de Magnus van Mechelen. Niet veel werkwilligen. Het is heel laag. Twee of drie mensen kleuren. Staking vandaag is: justitie wil besparen op het personeel. Dit jaar 2%, komend jaar 3%. En dan nog de voorbije jaren, alles in totaal, gaan we door met 12% besparingen. Ze willen ook ontslagen doen, contractuele ontslagen, wat we absoluut niet kunnen beleven. Als sommige mensen hebben dan toch maar 20 jaar gebruikt, zullen we dan zo maar zeggen. We laten dat niet toe dat ze die mensen gebruiken. Ook alles binnen kunnen ze zitten, afhankelijk van de familiale toestand. Twee kinderen zonder kinderen is de 200 en de 500 euro minder per maand. Dat is toch een nieuwe uitslag. Hè. Als je ziet sommige mensen met twee mensen in de gevangenis werken, dat die dan 1000 euro de maand verplaatst spelen. Ja, dat kan dus ook gewoon niet meer. En dat is de reden waarom we vandaag staken. En wat denkt u nog voor de verderzetting na deze staking? Voor ons is het, voor het ACOD, is het afhankelijk van het overleg wat er morgen gaat gebeuren met de minister. En als dat negatief is, dan vrees ik dat we een breed, warme kerstdagen en nieuwsdagen gaan krijgen. Okay. Ik zou het zelfs uitdrukken, hete kerstdagen en nieuwsdagen. Dus maar ja, dat hebben ze dan helaas maar zelf gezocht. Het is zo. Okay?